leefden bij je dus in holle bomen. En die mensen die gingen dus proberen om die honing eruit te halen. Gevolg, ze zagen die bomen overmidden, kwamen bij dat bijenvolk en roofden alle honing eraf. Maar dat waren best wel lange reizen. En op een gegeven moment hadden de mensen bedacht van, hey, als we die boom nu onder het nest afzagen en boven het nest afzagen, nemen we dat stuk boom mee naar huis, hoeven niet elke keer zo'n eind te gaan. Want als dat nest eenmaal leeggeroofd was, dan gingen die bijen er weer in en begonnen gewoon weer overnieuw. Nou, zo is eigenlijk een beetje het gebruik ontstaan dat mensen bijenvolken bij huis gingen houden. Maar wat ze toen ook ontdekten, van één keer per jaar kwamen er dus heel veel bijen die boom uit en die gingen ergens een nieuwe kolonie starten. En die grote tros met bijen, die konden ze opvangen in het een of ander, een andere holle boom bijvoorbeeld. En dan hadden ze dus weer een extra bijenvolk erbij. Omdat bomen zwaar onpraktisch is, gingen mensen van stro en gras, gingen ze eigen holtes maken waar die bijen dan in gedaan konden worden. Nou, dat is dus eigenlijk hoe de bijenkorf is ontstaan. Nou, je kunt je dus voorstellen als je zo'n hele grote tros met bijen ergens ziet hangen die je mee naar huis wilt nemen, dan doe je die korf onder en je doet al die bijen erin en je doet er een doekje overheen en dan kun je het mee naar huis nemen. Kijk, en aan de voorkant zit er dan een gaatje en daar kunnen die bijen in en uit en zo beginnen ze eigenlijk dan de nieuwe kolonie. Maar wat is het geval bij een bijenkorf? Gaan die bijen helemaal hier hun nest in maken, maar bovenin stoppen ze de honing en onderin zit het gedeelte waar de jonge bijen gemaakt worden. Als die imkers de honing uit die korf willen halen, dan moeten ze eerst onderin alles wegslopen om bovenin bij de honing te kunnen. Nou, hoe deden ze dat? Dan zetten ze een korf op zijn kop neer met het hele volk erin. Dan zetten ze een andere korf overheen en dan vervolgens heel hard trommelen op die korf, zodat al die bijen omhoog lopen. En dan vervolgens werd alles gesloopt en die bijen moesten helemaal overnieuw beginnen in de nieuwe korf. Nou, met de kennis van dat systeem is die dus een houten vierkante bak gaan maken met allemaal vreempjes erin waar die bijen precies hun raad in kunnen maken. Gevolg, eigenlijk wat je dus hier ziet, al is dit een kunststofvariant, geen hout, maar dan krijg je een bijenkast die uit allerlei onderdelen bestaat en helemaal uit elkaar te halen is. En omdat we weten dat er honing altijd bovenin wordt opgeslagen, kunnen we dus eventueel gewoon, ja, dat we even laten zien. Maar dan moet ik wel eerst even een sigaretje aansteken. Want deze bijen die kunnen we eraf halen door een raadje. Dan storten de bijen gewoon naar beneden. Kijk, en zo kan ik de honing mee naar huis nemen. Dat is toch mooi, hè? Ik zie je mond openvallen van verbazing. Ja, prachtig, ja. Echt heel mooi. Blum. Goed. Je hebt dus je hebt kunst- en bijenkasten. Je hebt de typische Veluwse korf, die eigenlijk het meest bekend is, ook vanaf zijn ovale modelletje, echt een typische bijenkorf. Maar je hebt ook nog de Uddelse bijenkorf. En dat is eigenlijk een model wat in de loop der jaren is ontwikkeld door imkers uit de omgeving van Uddel. En dat is dus een vierkante korf. Oei, hij is nog zwaar ook. Ik zal hem even naar voren, kunnen we nog wat in. Maar hier aan de zijkant, kun je wel zien, zitten stokjes. Oh ja, ja. En die stokjes zitten er dwars doorheen. En die bijen die beginnen dan bovenaan zelf hun raten te bouwen. Over zo, naar beneden. En die stokjes die zorgen dan voor stevigheid in die raten. Dus ze bouwen eigenlijk zelf hun raten helemaal in die korf. En dat bouwen ze helemaal tot onderaan toe. Dat kan ik wel even laten zien. Oh, ik zie het, ja. Kijk, als je dat dan zo kijkt. Oh, prachtig, ja. Ja. Hier zie je al die raten zitten onder de korf. Die spijkers. Vastgemaakt. Op die manier gaan die bijen hun raten bouwen. Kijk, hier zie je dus een beetje. Ja, ja. Dat is toch prachtig, aan het beginnen zijn. Ja, ja. Ietsje binnen voor. Ook weer wat lichter. En dan hier is nog kruiden. Je ziet dus hier tussenin, er zit allemaal honing in. Zie. Dus als ik mijn vinger op druk, dan zie je dus ook allemaal honing eruit komen. Onder in de korf, tussen het broedgedeelte en het honinggedeelte, zit het roostertje. Waar de werkbijen wel doorheen passen en de koningin niet.
is wel de moeite om je zaterdagmiddag rust even voor te onderbreken, hè?